Met veel aandacht en veel plezier, maar het ging al meteen fout in de allereerste bocht. Daar gaat Meg de Bruyne tegen de grond en vijf andere meisjes, onder andere twee ploegmates van Looy, Tess van Looy en Palm, tegen de grond. Ellen van Looy meteen weg. Zij fietst op boven. Kijk, Helen Wyman, de Britse, moet afstappen. Hier is de plaatselijke Laura Verdonschot. Dan de Britse Bremmeyer. Ook zij stapt af. En dan hebben we nog Lou Sells. Dat is de top 5. En dat zal ongeveer top 5 blijven de hele wedstrijd. Verdonschot, zij is dus van de streek. Ze woont in Lommel. Zij wil er iets van maken. Maar dan moet ze wel goed presteren. Ze is technisch goed. Zij springt over deze balken, net als Ellen van Looy. De anderen die moeten daar lopen. Kijk, hier komt Verdonschot. Ze doet dat goed, maar naarmate de wedstrijd vordert, begint ze te sukkelen. Hier in het zand moet ze lopen en ze zal uiteindelijk pas zevende eindigen en met tranen in de ogen achteraf zeggen dat het van geen kant ging. Van Looy sukkelt dan een beetje met het versnellingsapparaat, maar ze heeft constant zo'n voorsprong van een 20 seconden. Dat is geruststellend. Tegen het einde komen de achtervolgers wel terug. Dat zijn de Britse Bremmeyer en de andere Britse Helen Wyman. Zij gaan strijden voor plaatsen 2 en 3. Want voor deze Ellen van Looy komen ze te laat. Zij wint voor Bremmeyer en Helen Wyman. Zelfs wordt vierde, Artsoufi vijfde, Verdonschot zevende.